Hallo allemaal, ik ben Van de Boezekal, kluiselaar bij HCS Company. En vandaag willen we jullie kijken naar een functie van Ansible genaamd Ansible Vault, Waarmee we variabelen op een geëncrypte manier kunnen opslaan. En ik heb een aantal manieren doen. Ik ga wat voor- en nadelen laten zien en wat handigheidjes hoe je daarmee kunt werken. Dus laten we gewoon naar een terminal springen. Beginnen we tegelijk. Ik heb hier een directory die heet FoldExample. Staat nog niet al te veel in. Ik heb een host directory. Nou, als we even kijken met tree, staat één bestandje in. Die heet host.yml. En dit is een inventory in yaml-formaat. Ik heb er nog geen variabelen bij gezet. Daar ga ik straks waarschijnlijk een group vars en een hostvars directory voor gebruiken, om mijn even wat makkelijker te maken. Ik heb naast localhost, heb ik sample 1 en sample 2 toegevoegd. Die zitten in de groep example ook gaan we ons niet heel druk over maken. Ik zal bijna alles op localhost gaan doen, maar dit is gewoon een inventory in YAML-formaat. Voor de rest staat er nog niks bij. Ik heb wel een heel klein playbook gemaakt ook al. Het playbook heet Fault Example. We werken alleen op localhost. We gaan geen feiten verzamelen, we gaan geen rootwoorden met sudo. Eén setje taken erin. Super secret example, dat is die bug die me mijn credentials laat zien. Nou, daar kunnen we wel wat spaties voor zetten. Je laat me een user en een password zien die uit de username en de password variabelen moet gaan komen. Nou, moet die variabele natuurlijk gaan declareren. Dus laten we dat dan maar tegelijk gaan doen. Ik ga naar mijn host directory. En ik denk dat de username wel voor elk systeem hetzelfde mag zijn. Dus ik maak even een groupvars uh, all directory aan. Moet ik even een minp optie meegeven natuurlijk dat hij het hele pad mag aanmaken. En onder groupvars all... Pak ik gewoon, uh, laten we zeggen, een uh, credentials.yaml. En daarin zeg ik username. En laten we als gebruiker uh, gewoon Wander kiezen. Dus die heb ik. Kan ik er ook een password in gaan zetten, natuurlijk? Als ik, uh, nou, mijn wachtwoord is redhead. Zet ik die erin. Ga ik zeggen Ansible Playbook min i-hosts. E playbook.yaml. Moet wel even direct omhoog gaan, natuurlijk. Ansible playbook, min e hosts playbook.yaml. En dan gaat hij draaien en hij zegt die netjes credentials, user, wonder, password, redhead. Ja, nu heb ik een paar dingen. Ik wil niet steeds dat min i e host moeten meegeven. En ik wil yaml output in plaats van JSON output. Dus dat ga ik nog even doen. Ik ga mijn eigen leven makkelijker maken. Ik zeg cp etc ansible, ansible.cfg naar mijn huidige directory. Die pak ik aan. En dan beginnen we hier met Inventory is gewoon host. En de tweede, ik ga op zoek naar mijn standaard out callback. En die gaan we zetten op Jammel. Dan ga ik dat playbook nu nog een keertje. Hoef ik niet meer dat min i-host mee te geven. Want dat staat gewoon in Ansible CFG. En ik krijg een beetje mooier output. Iets wat ik goed kan lezen. En we zien daar even netjes userwander, password, redhead meegepakt op mijn playbook. En nu heb ik een probleem. Eén, uh, die user wander is misschien voor alle systemen goed, maar voor example 2 moet die anders zijn. Dus als ik het playbook laat op meer playbooks gaan draaien, moet die anders worden. En ik wil dat password, wil ik niet, zo in mijn inventory hebben staan, clear text. Want dit is natuurlijk het sterkste wachtwoord ter wereld, wordt uh, niet bij alle trainingen gebruikt ofzo. Maar ik wil toch niet dat die clear text in mijn kit staat. Ja. Ik ga een aantal dingen gaan doen. Ja. Ik ga beginnen met mijn playbook aanpassen. Ja. En ik zet bij Playbook, zet ik naast host localhost. Zet ik ook mijn example machines erbij. Nou, Dat is het eerste. Laten we dat gaan kijken, werkt het nog? Die bug probeert niet naar de machine zelf toe te connecten. Dus die wordt altijd op je controller. En ik zie localhost, example 1, Example 2. Die pak het allemaal goed. Oké, okay, maar example 2 had een andere username nodig. Dus ik maak een directory. En in p onder hosts maak ik een hostverse. Directory aan. En onder die hostvars directory maak ik een example2 directory aan. Example-2. En daarin edit ik dan de credentials.jaml. En daarin zet ik username. En dat moet niet Wanders zijn, maar dat moet zijn uh, Root. Ga ja. ik nu de playbook draaien. Dan zien we netjes, laten we een heel klein stukje omhoog scrollen. We netjes de output zien. Dan zien we Wander, redhead, Wander, redhead, Root, redhead. Dus dat is goed gegaan. Alleen dat wachtwoord word ik nog niet zo blij mee. Nu kan ik dat wachtwoord inline in mijn inventory gaan zetten. Ja, dan kan ik zeggen: ik pak Ansible Fold. En dan zeg ik encrypt string. Ja, en ik wil dat die string heet uh, password. En de string die we willen encrypten is redhead. Ja, dan gaat hij om een Fold-password vragen. Dan zeg ik: redhead, redhead. En dan kan ik dit stuk, zou ik, moeten kunnen kopiëren. En dat zou ik dan bijvoorbeeld in groepvars, hosts, groepvars, all credentials kunnen zetten. Ik ga het hier erin plak. Dat wil zeggen dat ik aan het pasten ben. Dat we niet allemaal extra spaties ervoor krijgen. En nu heb ik een inline encrypted Password erin staan. Ga ik nu mijn playbook draaien? Dan kom ik een probleem tegen. Kan je volt niet decrypten. Kunnen we gaan zeggen min min ask, min volt min password. Hm? Dat dacht ik. Nou, Die moet ik wel voor mijn playbook zetten natuurlijk. Hm? Min, min ask, min volt min password. Hm? En die kent hij niet. Ask, volt pass natuurlijk. Ik hou van te veel typen. Huh? Fold, password red. redhead. En nu weet hij dat wachtwoord weer te vinden. Maar ik wil één, dat wachtwoord niet steeds typen. En ik hou niet van extra command line opties. Dus wat ik nou ga doen. Ik maak in mijn home directory bijvoorbeeld een bestandje aan. Dat noem ik uh, En daarin zet ik mijn wachtwoord. Let op, geen enter op het einde. Dan pak ik mijn ensemble cfg weer. En dan ga ik gewoon even in mijn ensemble configuratie zoeken naar fold. En dan heb ik hier een vault password file. En dan kan ik kan dan gewoon zeggen dat is tilde.foldpw. Ga ik nu het playbook draaien zonder dat ask foldpass. Dan gaat hij zelf al mijn vault password uit het bestandje lezen. Dus we kunnen we er gewoon doorheen. Ook als ik nu met Ansible fold of encrypt string ga doen, bijvoorbeeld. Ik zoek weer naar encrypt string. Dan Gaat hij niet meer om een volt wachtwoord vragen? Hij heeft in mijn configuratie je volt wachtwoord staat in dat bestand. Moet je alleen zorgen dat je dat bestand natuurlijk nooit naar Git gaat committen. Het is een goed idee om die in je home directory te houden, weg van de rest van je code. Of met een punt te laten beginnen in ieder geval. Wees zuinig op dat bestand. Nu dat inline, heeft het inline één heel groot voordeel. Als ik nou nu naar mijn playbook kijk en ik zeg van oké, okay, waar komt die wachtwoordvariabelen nou vandaan? Dan kan ik gewoon zeggen grep password, dubbele punt. Ik doe even een grep-r. En dan zien we tegelijk van, oké, okay, die komt uit mijn vars als credentials. Maar ik hou niet van die inline dingen. Want als ik nu een nieuw wachtwoord wil, dan moet ik weer met encrypt string bezig gaan. Dan maken we hier redhead 2 van. Komt er wat andere inhoud uit. Moet ik dit weer gaan copy pasta. Dat werkt niet fijn. Het andere wat niet fijn is, is als ik een nieuw vault wachtwoord wil. Als ik moet omdat ik bijvoorbeeld tijdens een presentatie dat wachtwoord ingetypt heb live op het scherm. En mensen het allemaal kunnen zien. Word ik niet blij. Dus inline wil ik gewoon eigenlijk een heel vault bestand hebben. kan ik gaan doen. Ik ga gewoon naar hosts, groupvars, all. Ja. En ik maak hier een directory uh, encrypted aan. En je mag ook bestand encrypted noemen. En ik pas uh, onder En dan zeg ik uh, ansible vault create. Encrypted, uh, laten we credentials.jammel noemen ook. Dat we weten wat erin staat. Ja. Die gaat een volt wachtwoord aan me vragen. Had hij niet op mijn volt wachtwoord bestand, die moet ik hier wel echt intypen een keertje. Daarna gaat hij wel op mijn volt password file halen. En dan kan ik hierin zeggen, password redhead. Pak ik nou hier mijn credentials.yaml. Haal ik hier dit hele stuk uit, want ik heb hem nu op een andere plek staan. Kan ik kan nu bijvoorbeeld zeggen, Ansible fold edit. Op die credentials. laten we even goed naar de gaan waar die een beter vinden. Nou, ik zeg Ansible Vault. Ja, want dan moet die Ansible CFG wel zien voor mijn Vault Password File. Ik zeg Edit. Host. GroupVars. All Encrypted Credentials. Dan decrypt hij hem voor me on the fly. Staat de password Rapid. Maar zeg ik nou Vim op dat bestand? Gewoon één e groot stuk AES 256. Mijn playbook gaat draaien. Weet u nog wel steeds het wachtwoord te vinden? Maar nu krijgen we het grote nadeel. Ga ik die grep doen ik heb min hij weet niet meer waar die vandaan staat want de naam van de variabelen staat ook encrypted in, in mijn vault en nu kunnen we bij het trucje wat echt hartstikke mooi is ik mag in een inventory naar inventory variabelen wijzen dus als ik nou zeg vim, groupver, vim hosts groupvars all uh, credentials.yaml kan ik gewoon hier password weer in gaan zeggen en ik zeg password is encrypted Password of fold password. Laten we fold underscore doen. Fold underscore password. Want nu ga ik mijn fold editen. En ik ga het veld niet meer password doen. Maar mijn underscore password. Dus ik pak mijn enzovoort edit commando. En ik maak maar die variabele naam. Maak ik fold underscore password. Nu mijn playbook ga draaien. Weet hij nog steeds alles te vinden. Dan ga ik nu mijn grep doen. Dan kan we zien dat we password gewoon in mijn normale inventory hebben staan. Alleen we wijzen naar fault underscore password. En dan kan je gewoon een afspraak hebben binnen jouw team, binnen jouw organisatie. Oké, okay, alle variabelen, ik begin met fault underscore of encrypted underscore of super secret scroll underscore, staan in een encrypted bestand. Dan kan je zeggen dat moet altijd een encrypted.jammel zijn of een bestand met een goede naam, als dezelfde niet gereferenced wordt in een encrypted subdirectory. Al die bestanden worden samengepakt. En dan kun je zo een redirectie doen. Het fijnste is als je het op deze manier doet. Het indirecte, dus we wijzen naar een tijdelijke variabele die begint met Volt underscore nog wat. Is het als je later met leuke inventory plugins bijvoorbeeld ook inventory variabelen uit een externe Volt laat komen. Een Hashicorp Vault of een ik weet niet wat voor een third party product. Wat je gewoon met een plugin in Ansible erbij kunt hangen. Is dan hoef je volgende rest je inventory niet te updaten. Je hoeft alleen maar die encrypted bestanden weg te halen. En te zorgen dat die Volt underscore namen in. Je upstream volt staan. En dan kan je inventory voor de rest gewoon exact hetzelfde blijven. Laten we een stapje verder gaan. Laten we die example 2 machine ook nog zijn eigen password geven. Dus dan doe ik mkdir minp hosts hostfars example 2 encrypted. En dan zeg ik Ansible Vault. Nou, we hebben nog geen nieuwe, dus ik ga er eentje aanmaken. Create die. Uh, laten we hem ook credentials.jamel noemen. Hij pakt het wachtwoord gewoon netjes op. En ik zet hier uh, fold underscore password is uh, geheim. Ik ga nu mijn playbook nog een keertje draaien. Als ik wil leren typen. Dan zien we dat hij nu gewoon voor die example 2 een andere gebruiken en een ander wachtwoord eruit weet te halen. We kunnen ook nog verifiëren. Als ik ansible inventory zeg en ik zeg min min list min min export. Uh, en ik wil Jammel eruit. En ik ga kijken. Dan zie je dat hij gewoon fold password. Nou, hij heeft hem voor me gedecrypt, want hè, ik heb een fold password file geschreven. Maar hij weet password is fold password. En als we dat zien, als we het Playbook draaien, komt daar dus ook gewoon netjes redhead uit. En dit staat voor alle machines. Hij heeft ook voor username root, fold password, geheim. Komt allemaal gewoon netjes overal er doorheen. Dat was het mooie voor vandaag. Een klein beetje organisatie van een Ansible Inventory. Ansible Fold, Create, Edit. En crip string, blijf daar maar vanaf. Zorg dat je leven wat makkelijker wordt. Dat je je goede variabelen kunt vinden wanneer je ze wil. Ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben. Want hou HCS Company ook vooral je Ansible vullen. En vergeet die like en subscribe-knopjes niet. Tot ziens!